Dit keer zeer voor de hand liggend natuurlijk voor het DVS-TV Weekjournaal. Onze oude Irakees, maar ja, volgens je paspoort ben je misschien ook nog wel Irakees, Ali Akla. Ja, dat heb je goed gezegd, Piet. Je bent nog steeds Irakees, en maar ook Nederlander. Ja, ik ben Irakees en Nederlands. Beide nationaliteiten heb ik, dus af en toe kan het handig uitkomen. Ja, heb je Geert Wilders daar ook nog over ingelicht? Nee, ik spreek Geert Wilders niet. Maar. Die spreek je niet. Nee, precies. Okay. Goed. Hey, jouw voorgeschiedenis. Hoe oud was je toen je Irak ontvluchtte? En waarom ontvluchtten jullie toen Irak? Ik was toen 2 jaar. En ik heb nog wel gehoord van mijn ouders dat er toen zeg maar een opstand was tegen toenmalige dictator Saddam Hussein. En die opstand werd toen met keiharde hand neergeslagen. En ja, toen was er een soort van vluchtelingstroom op gang gekomen. Vanuit Irak naar allerlei landen. We waren eerst in Saudi-Arabië, kwamen we daar in een vluchtelingenkamp. En vanuit daar kregen we de mogelijkheid om naar Nederland te komen. Met het hele gezin? Ja, met het hele gezin gelukkig, ja. Dat is wel hartstikke mooi, hè? Want het is natuurlijk dikke ellende als je daar familieleden moet achterlaten die later enzovoort. Nou, daar horen we nu natuurlijk in de pers van alles en nog wat over. Ja, precies. Ja, gelukkig kon gewoon met het hele gezin naar Nederland komen. En ja, familie, al mijn familie is het wel gewoon in Irak, maar je hebt wel je gezin. Dus broers en zussen en papa en mama. Dus. En toen vlot in Harderwijk neergestreken? Nee, volgens mij waren we eerst in Apeldoorn in een asielzoekerscentrum. En vanuit daar toen zijn we naar Harderwijk gekomen en niet meer weggegaan. Dus. Goed. Hey, hoe oud was je toen je aan voetballen begon te denken? Of zat het er al heel vroeg in? Nou, ik zat vanaf de basisschool wel altijd op straat voetballen en met mijn vrienden en alles. Maar pas echt veldvoetbal, dat ik me in clubverband ging inschrijven, dat was pas in de C'tjes. Dus toen ben ik pas echt op voetbal gegaan. Ik begon in de C4 bij VVUG. Na een halfjaartje werd het al gauw duidelijk dat ik best wel genoeg talent had om hoger te spelen dan de C4. Toen heb ik bij de C2 afgemaakt en een jaar erop gelijk C1 en sindsdien elke keer in de selectie gezeten bijvoorbeeld. En toen kwam je Mike Aris tegen en toen ben je met z'n tweeën ook nog een keer bij FC Utrecht beland, hè? Ja, vanaf de B1 heb ik samen met Mike gevoetbald. En daar hebben we één jaartje gevoetbald en toen waren we benaderd door FC Utrecht en hebben we allebei selectiewedstrijden gespeeld daar. Helaas zijn we allebei niet doorgekomen daar. Daarna een jaartje later, toen spraken we elkaar en toen zei Mike van, zullen we naar DVS gaan, dit en dat. En er was ook nog een trainer, Hans Wiesenecker, en Jack van Santen, die hebben mij ook zien spelen. En toen ben ik benaderd voor DVS. In het begin was ik nog wel een beetje van, zal ik wel of niet gaan? Maar achteraf dan ga je wel logisch nadenken. Die jeugd speelt natuurlijk hoger. Spelen voetbal, echt voetbal bij DVS. Toen ben ik bij DVS beland. Geen minuut spijt van gehad? Nee, absoluut niet. Ik heb heel veel geleerd hier. Want qua voetballen en positiespel, en dat is bij DVS echt het kenmerk. Daar heb ik ook genoeg dingen van mee kunnen pakken. Ik heb Hans Wiesenecker verleden week nog gesproken in mijn uitzending, de warming-up. Interview ik trainers. Daar moet je de hartelijke groeten van hebben. Hij zegt, dat was zo'n heerlijk team, die A1, die ik toen heb mogen coachen. Ja, nee, het was een heel leuk team. Marlo zat er nog bij en Mike zat er nog bij. En had je nog genoeg andere spelers die erbij waren. Het was gewoon een heel leuk team. En we hebben het goed gedaan dat jaar. Alleen toen net geen kampioen geworden. Alleen het jaar erop zijn we wel kampioen geworden met En toen in de senioren, een leerjaar bij Henny in het Hof. En daarna was het toch wel basis, hè? Ja, absoluut. Eerste jaar toen, dat is natuurlijk logisch. Ik begon niet als basisspeler. Ik begon wel redelijk vaak op de bank het eerste half jaar. En tweede half jaar toen mocht ik steeds vaker in de basis starten. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar meer geworden. En afgelopen jaren wel een basisspeler geworden. Nou, zomaar in de topklasse. Wanneer kreeg jij het idee of het eerste seintje dat jij wel eens zou kunnen worden opgeroepen voor Irak onder de 23? Nou, dat idee kreeg ik nooit echt heel vrij direct of zo. Maar ik wist wel onderhand zeg maar, dat andere spelers die ook wel gewoon niet het allerhoogste niveau spelen, die ook wel
wel eens opgeroepen zou zijn geworden voor Irak. Dus ik dacht, ja, misschien zou het ook mij kunnen lukken. Zodoende ben ik opgevallen bij een van die mannen en ben ik opgeroepen voor Irak onder 23. En ja, 10 dagen heb ik daar mogen voetballen. Ja, maar helaas geen wedstrijd? Nee, ik kwam daaraan en de tweede dag hadden ze direct al een wedstrijd. Want ze waren onderhand al 1 of 2 weken, waren ze al met elkaar. Want ze hadden daarvoor ook nog een trainingskamp in Irak. Dus ik had niet getraind en die wedstrijd kwam eraan met 25 spelers. Dus 14 spelers op de bank. En dan weet je natuurlijk dat je niet gaat spelen, want je niet hebt getraind. En vervolgens waren er alleen maar trainingen over. En dat was. Heb je ook nog seintjes gehad dat je in januari een kans maakte om opgeroepen te worden of niet? Of? Ik merkte al wel vrij snel dat het daar wel lastig was om echt in januari al in aanmerking te komen. Want de bondscoach was wel een beetje duidelijk van dat hij nu even liever zijn focus wil hebben op de Irakese spelers waarmee hij al jaren mee samenwerkt. Dus de buitenlandse spelers, laat ik het zo zeggen, die kregen niet echt een kans. Want met mij was er nog een Irakese Nederlander, die speelt bij Maastricht. En nog 2 Zweedse jongens en een Noorse jongen. Maar ja... bij ons buitenlandse spelers was het zeg maar nog moeilijker om een kans te krijgen. Omdat die trainer natuurlijk die Irakese spelers al heel lang kent en weet hoe ze spelen. Ik denk dat je in de basis bij DVS het eerste wel een kans krijgt in januari. Daar ben ik ook wel blij om. Ja, precies. Nee, in januari gaan we weer verder met de competitie. En zaterdag alweer. Dus komt goed. Ja, Oké, goed. Wat vond je van afgelopen zaterdag tegen HSC? Tweede helft met name. Ja, ik... het eerste helft was een beetje lastig voor ons. We kwamen wel goed op 1-0. Alleen kwamen we vrij snel weer op achterstand. En de eerste helft hebben we dat niet goed aangepakt. En we hebben vrij weinig gecreëerd. En de tweede helft, toen ging het veel beter. Misschien speelden we ook een beetje opportunistischer. Maar je zag wel weer die strijd. En dat we als groep weer voor elkaar stonden. En dan zie je ook dat je ook kansen gaat creëren. En met een beetje geluk maak je ook die 3-3. Op basis van de tweede helft verdiend, vind ik. Helaas, het mocht niet baten. Vertel eens even wat je voelde toen je dat strafschopgebied inging. En je werd niet door 1, maar volgens mij zelfs een beetje achter elkaar door 2 man getorpedeerd. Ik dacht, penalty. Dacht jij dat ook? Ja, in de tweede helft, na die eerste incident in het strafschopgebied, ja, dat was gewoon een penalty. Maar die werd niet gegeven. Alleen, ja, tweede incident, dat was ook, dat was geen strafschop. Maar de eerste absoluut wel. Maar soms krijg je mee, soms niet. En dan kom ik nu even bij mijn vriend. Die zegt van Ali Akla, naar aanleiding van die rode kaart toen tegen Lisse. Ali moet naar de psycholoog. Want die moet niet meer zo reageren als hem onrecht aangedaan wordt. Want dan doet hij zichzelf dikke ellende aan. Zaterdag dacht ik er ook nog even aan. En ik denk, als hij maar geen rode krijgt. Nee, ja, soms ja. Dan reageer ik een beetje fel. Maar dat zit ook in mijn spel. Maar ik ben wel altijd iemand die ver zijn duel ingaat. Alleen van buitenaf lijkt het dan een beetje dat ik niet verder inga. Maar het is puur schijnbedrieg, zeg ik dan. Maar het komt vooral door de snelheid waarmee ik... inkom. Hey, wat is jouw geheim? Waar haal je die energie vandaan? Ik weet dat je ook aan het studeren bent. En ik weet dat de studie en lekker bewegen erbij, dat een hele mooie match is. Klopt dat wat ik zeg? Ja, ik ben gewoon altijd iemand geweest die altijd voor de volle 100% gaat. En op trainingskamp merkte ik ook dat al die Irakezen ook precies dezelfde mentaliteit hebben. En die blijven maar gaan en alles gaat in de hoogste tempo en versnelling. Dus ik denk dat het vooral zeg maar van mijn achtergrond een beetje te maken heeft. En dat ik natuurlijk ook, ik wil altijd voor de 100% gaan en natuurlijk winnen. Ja. Wat ik ook wel belangrijk vind is, hoe gaat het met je studie? Ja, gaat goed. Ik ben nu bezig met mijn masteropleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dat gaat goed en ik hoop het dit jaar af te ronden. Ja, wat studeer je precies? Ik heb een bachelor afgerond in bedrijfskunde en nu ben ik een master aan het doen in bedrijfskunde. Oké. Nou, heel veel succes daar in ieder geval mee. De aanstaande zaterdag Stedoco, dat moeten gewoon 3 punten worden, Ali. Ja. Ben je mee eens, hè? Ja, in de topklasse heb je nooit een wedstrijd waarvan je kan zeggen dat wordt 3 punten, maar... Ja, als je kijkt naar de ranglijst, dan mogen we geen punten laten liggen, want het is gewoon een directe concurrent en we gaan voor de winst natuurlijk. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Het publiek van DVS TV weet nu een beetje beter wie Ali Akla is. Ja, dankjewel. In deze
turbulente topklasse hebben we afgelopen zaterdag, met name in de tweede helft, toch wel weer enorm genoten van een beste pot voetbal van DVS 33 tegen HHC. Ja, dat is goed om te horen. Hè. Dat heb ik ook gemerkt, dat mensen zich vermaakt hebben en een vermakelijke wedstrijd hebben gezien. Misschien op de eerste helft na dan, maar in ieder geval de tweede helft. En dat is een groot compliment naar die groep natuurlijk. Dat ze in ieder geval de tweede helft er ook alles aan hebben gedaan om het maximale resultaat eruit te halen. Weet je, normaal ben ik gewoon doodziek zondags. En heb ik echt 48 uur nodig om bij te komen als DVS verloren heeft. Maar ik had het, na zaterdag had ik het echt gewoon een stuk minder. Omdat ik het van zo'n grote klasse vond, die tweede helft. Ja, kijk, ja, ik weet niet, mijn eigen gevoel kan ik eigenlijk niet zo goed omschrijven. Je bent eigenlijk, ik denk dat ik zelf alweer heel snel bezig ben met de dingen eruit te halen. Dus wat ging goed, wat kan beter, dus richting de volgende wedstrijd. Kijk, tuurlijk, je baalt gewoon dat je niet daar meer uit hebt gehaald. En zeker baal je omdat je meer verdiend had. Hè? En verdiend op basis van instelling. Hè? Dus hoe de ploeg die tweede helft bijvoorbeeld is ingegaan. En ook op basis van de kansen die je gehad hebt gedurende de tweede helft, ja, hadden wij minimaal een punt verdiend. Zou die warming-up van jullie niet iets langer kunnen duren? Ik had het er in de voorbeschouwing toevallig met je over, weet je wel. Dat ik vind dat DVS een beetje een diesel is, wat een beetje langzaam op gang komt. Nou was het afgelopen zaterdag natuurlijk gelijk hartstikke goed wat die pingel betreft. Maar daarna zag je toch weer van die momenten dat ik denk, oh, wat jammer, nou loop je weer achter de feiten aan. Ja, kijk, het was gewoon. Kijk, ik denk dat we zeker goed begonnen en in een heel hoog tempo. Alleen, kijk, je moet je altijd wel afvragen van wat gebeurt er na een goal. Kun je dan direct weer zo organiseren dat je een tegenstander goed kan bespelen. En wij kwamen eigenlijk in die situatie, kregen wij gewoon geen grip meer. We moesten wat achteruit lopen. Hun kregen een directe corner. Het loopt dan wat uit elkaar, om maar zo te noemen. We sluiten aan vanuit bepaalde situaties. Ja, en dan missen we even het oog voor eigenlijk de organisatie. Dus waar we vooraf al een beetje voor gewaarschuwd hadden. Van dat hun zeg maar heel veel mensen centraal kregen iedere keer. Dus door veel lopende mensen waar wij veel in overnames moeten zitten. Ja, daar lukt het ons gewoon even niet om het dan goed te organiseren. En dan zie je dan ook wel weer van dat het een heel hoog en goed niveau is. En dat wordt dan direct afgestraft. En nu de schone taak om je voor te bereiden voor de volle 100% voor een wedstrijd tegen de onderste. Ja, en dan denkt iedereen van ja, de onderste, dat moet dus gewoon 3 punten zijn. Maar ja, krijg het maar voor elkaar. Ja, nee, maar goed, dat zegt mij ook helemaal niks. Eigenlijk naar die ranglijst kijken heeft helemaal niet zoveel zin, want dat staat allemaal zo dicht op elkaar. Dus het gaat er voor ons gewoon om van dat wij wedstrijden gaan winnen. Daar moeten we naartoe werken iedere keer weer. Wij laten gewoon iedere week zien dat we gewoon heel goed mee kunnen. Dat we zelfs al bepaalde fases van wedstrijden dominant kunnen zijn door snel de bal terug te veroveren. Bal in de ploeg te houden, vooral in ons voetballende gedeelte. Dus dat zit gewoon goed. En nou gaat het erom van, kunnen wij dus echt in 90 minuten lang alles zo bij elkaar krijgen dat we daardoor wedstrijden gaan winnen. Dus kansen creëren, achterin de boel goed blijven organiseren. En dat blijft gewoon de uitdaging. En die, met die uitdaging wensen we je heel veel succes aankomende zaterdag. Dank u wel. En de volgende van vanavond, niet minder belangrijk, onze stafmedewerker, keeperstrainer Aart Foppen. Aart, welkom. Goedenavond Piet. Goedenavond Aart. Aart, ik vraag mij af, hoe word je nou keeperstrainer? bij toeval. Bij toeval, bij ons in het dorp in Beringhuizen, daar kwamen ze een keeperstrainer tekort. En ik was gestopt en dan krijg je de vraag van, kun jij dat niet oppakken? Nou, dat ga je dan oppakken. En mijn geluk was dat de hoofdtrainer ook keeper geweest was daar. Dus dat hebben we eigenlijk een beetje samen in het begin gedaan. Hoop van geleerd. Zo gaat het dan. En dan blijf je het doen. Ik vraag mij af, ben jij zelf ook keeper geweest? Ik ben zelf ook keeper geweest, ja. Ja, ja. In de jeugd, de hele tijd? Ja, in de jeugd. Ik ga niet zeggen waar. Want ja, goed, als je mijn achternaam weet, dan kun je het ongeveer invullen. Je krijgt het gewoon je bek niet uit. Ik mag het hier mijn bek niet meer uitkrijgen, Piet. Toen bij Bas nog in Beringhuizen. Ja.
Oké. Okay. Hey, en nou was het vroeger altijd zo, als we een partijtje deden, dan was gewoon het zulletje, die zet je gewoon op doel. En de rest, die ging gewoon lekker voetballen natuurlijk. Hè? Was dat bij jou ook zo? Ik was een hele goede linksbuiten, Piet. Ja. Ja, jij was in de eerste instantie om voetballen? Ja, ik was voetballer eerst. Ja, ja ik heb een hele tijd gevoetbald. Ja, en ook per toeval kom je dan in doel te staan. En ja, ik vond het fantastisch. Ja. Lekker ja, maar schieten en doorgaan, dat vond ik echt fantastisch. Ja, ja en op een gegeven moment gewoon 100% verantwoordelijkheid pakken voor alles wat er in dat doelgebied en het strafschopgebied gebeurt. Volgens mij is dat de grote uitdaging van een keeper. Ja, ja, precies. En dat is ook het mooie natuurlijk. En vooral als je het goed neer kunt zetten en naar je zin neer kunt zetten. En ja, die ballen pakken, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Je kunt punten pakken voor je ploeg. Ja, je kunt ook punten verspelen voor je ploeg. Je kunt ook punten verspelen voor je ploeg. Maar goed, op een gegeven moment werd je dus keeperstrainer. En heb je daar nou ook gradaties in? Ga je verder diploma's halen daarin of niet? Moeilijk in Nederland. Je hebt natuurlijk Frans Hoek. Ik heb alles van Frans Hoek gedaan. Je hebt Maarten Arts, ex-keeperstrainer van FC Utrecht. Nou, daar ga je dan ook alles doen. En ja, en dat is het uiteindelijk een beetje. Binnen de KVB is men er op dit moment wel mee bezig, maar het is nog niet echt van de grond. Nee. Aart, hoe lang ben je nou bij de staf betrokken bij de eerste? Hier bij DWS. Het is mijn vijfde seizoen. Vijfde seizoen al? Vijfde seizoen alweer, ja. Ja. Je hebt natuurlijk groei meegemaakt van diverse jongens. Ja, Daan Huiskamp kwam natuurlijk van AGOVV, betaald voetbalorganisatie. Die wist wel wat keeper was. En dat moest je onderhouden. Ja, dat was wel een uitdaging. Daan kwam uit profvoetbal natuurlijk. En ja, ging op een heel andere manier trainen. Ging op een heel andere manier leven. Ja, dat hebben we met z'n tweeën wel goed doorgesproken. En we zijn er goed uitgekomen. Uiteindelijk is het een verrijking voor ons keeperskorps, zeg maar even. Als je kijkt naar Paul, als je kijkt naar Laurens, ja, dat zijn jongens die kunnen enorm veel van hem leren. En uiteindelijk kan ik ook heel veel van hem leren. Ja, maar uiteindelijk hebben ze ook heel veel van jou geleerd. Want door jouw keeperstraining heb ik het idee, dat is ja, met name zo'n Paul Epping. Die is me toch naar een grote hoogte gestuurd. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ja, ik weet niet of dat aan mij ligt. Ik heb geen idee. Maar goed, het is aan macht te werken met hem natuurlijk. En Daan is daar natuurlijk al wat langer bij. En Paul, en nou Laurens erbij. Maurits vorig jaar. Ja, we zijn gewoon een groep en die groep leert heel veel van elkaar. De oefeningen doet, spreken ze ook door van, doen we ze goed, hè, met z'n allen? Of moeten we nog net even iets anders staan? Of ja, het wordt altijd heel veel over gesproken. En Paul heeft daar ook heel veel van geleerd. Maar zeker ook vandaan. Begint Laurens ook te begrijpen? Ja, natuurlijk begint Laurens het te begrijpen. Alleen, ja, die komt van een derde klasse niveau af. En hij maakt enorm grote stappen. Ja. Het moet echt enorm leuk zijn. En wat DVS TV betreft, in ieder geval wat mij persoonlijk betreft, wil ik je echt complimenteren voor datgene wat je doet voor de keepers. Maar volgens mij wil je ook nog gewoon meer. Heb je ook een plan wat misschien bij DVS er nog een keer uit zou kunnen komen? Het broeit wat, ja. Er broeit wat. Er breut wat. Dat ontbreekt me een beetje aan de tijd. Maar ik ben inmiddels wel in de organisatie bezig om wat mensen mee te krijgen. Kijk naar de jeugdkeepers. Die doe ik dan ook nog, hè, op maandagavond. Daar zit veel te weinig aandacht in. Hè. We klagen over het keeperskorps in Nederland wordt slechter. Nou, bij het amateurvoetbal kijkt, dan hebben we één avond in de week een uurtje. En dat is het. En er is verder geen begeleiding. Nou, daar wil ik me wel hard voor gaan maken. Ja. En hoe en wat, dat weet ik nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. Ga je dat in samenwerking met iemand doen? Dat hoop ik wel. Maar ik heb nog geen slachtoffer gevonden, zo gezegd. Maar uiteindelijk moet er veel meer aandacht voor komen. Het is een heel mooi plan. We gaan zo meteen even kijken naar wat shots van de keeperstraining van je. Dus ik zou zo zeggen, doe je best, Aart. Kom goed, Piet. Oké. Bedankt voor dit interview. Aart, je gaat nu een oefening doen. Wat is daar het precieze doel van? Het doel is de coördinatie. Je zult het zo meteen ook zien. Ik wil dat ze erg op de voorvoeten blijven. En heel, heel korte pasjes. Je ziet de pionnen hangen, de verschillende kleuren. Ja. Hier voor ons zien jullie op de camera niet, maar heb ik de kleuren ook. Ik geef aan, hun verzetten de pion. En ze moeten enorm nadenken wat ze doen. Ja. Uiteindelijk hebben ze ook nog, maakt deze keeper uit,
welke hoek je gaat. Dus uiteindelijk moet hij dan ook kijken waar hij uitkomt en dat hij dan een goede manier pakt. Dus de twee belangrijke dingen, coördinatie en reactie, die zijn in deze oefening verweven. En uiteindelijk zul je ook zometeen zien dat de coördinatie heel erg belangrijk is. Ja. Oké, okay, goed, we gaan kijken. Interessante oefening hoor, denk ik. Hou maar laag, dat is beter voor. Oké, pak eens hier ballen. Ze staan klaar. Ik wil nu even kort op je voeten en even op snelheid. Ja? Je ziet nu dat Aart een pilon omhoog en hup. En die pilon wordt en daarna direct reageren. Bij de keepers. En de manier waarop Aart dat begeleidt, dat is natuurlijk heel erg mooi. Ze worden er helemaal gek van. Maar ja, dat moet natuurlijk ook. Hè? Want een keeper staat al constant onder stress. En dit is een voorbeeld van een oefening, Aart. Meestal doe je deze oefening toch wel wat verder in een keeperstraining. Hè? Want hier moet je toch wel behoorlijk warm voor zijn ook, ja, al, of niet? Dit kan een warming-up zijn, maar uiteindelijk als ze iets meer warm zijn dan, en iets vermoeider, dan wordt het voor hun wat lastiger. Ja. Prima, mooie impressie van deze oefening.